Ja, het is bloedheet vandaag. Het wordt zo'n 33 graden. En wat ga je dan doen? Nou, dan volg je bijvoorbeeld een snelcursus schaatsen. Van zomerjurkje naar schaatsoutfit. Ik moet zeggen, het is best wel even wennen. Het is best wel koud. Lekkere verkoeling zijn we hier aan het zoeken. En deze kinderen die komen nu een uurtje schaatsen. Die doen mee aan de snelcursus. Dus komen ze 3 of 5 ochtenden schaatsen een uurtje. En daarna kunnen ze lekker aan het zwembad gaan liggen. Nou is het buiten 33 graden en zit u wel naar uw zoon of dochter om de ijsbaan te kijken? Nou, alle twee mijn kinderen. Ja, en ik ga vanmiddag zelf ook nog de ijsbaan op. Oh echt? Ja, ja, ik doe ook gewoon mee. Hoe is dat nou met deze temperatuur schaatsen? Heerlijk, het is lekker cool. Ja, als je dan weer eraf gaat, dan krijg je buiten inderdaad wel een klap. Maar je zit hier gewoon lekker. En ik zit hier eigenlijk ook wel lekker te werken. Lekker cool, hè? Ja, ik ben vergeten een vestje mee te nemen. Het is best wel een beetje koud hier. Ja, klopt, ja. Het is voor mij een beter temperatuur dan buiten. Is het niet een beetje gek dat het buiten heel warm is en je vriendinnetje in het zwembad liggen en jij op de ijsbaan bent? Ja. Ja. Ja, toch wel? Zolang ik kan schaatsen, maak ik er geen bol uit wat voor temperatuur het is.